samen met Carmen 5 van Catullus wordt Carmen 7 gelezen omdat het inhoudelijk zeker de nodige parallellen vertoont. Het behoort tot de zogenaamde kusgedichtjes. Carmen 5 hadden we al gelezen en laten we leven en laten we liefhebben. Lesbia was de aansporing van Catullus. Dus genieten van het leven staat gelijk aan genieten van de liefde. Genieten van de liefde. Die intensiteit wordt uitgedrukt door het aantal kussen, dat ontelbaar is. Hè? En dat is de enige manier om de dood tegen te gaan of te vergeten dat we sterfelijk zijn. In Carmen 7, zelfde thematiek. Carmen 7 is ook geschreven in hendecasyllaben, dus 11 lettergrepige versregels. Goed, we zullen beginnen met onze analyse. Quaeris quod mihi basiationes tuae lesbia sint sati superque. Quaeris, quaerere, comma, o, vragen. Hij richt zich opnieuw tot lesbia. Je vraagt, lesbia, lesbia aangesproken persoon, vocatief. Bij quaeris krijgen we een vragende voorwerpszin ingeleid door het vragende woordje quod. Quod is een onveranderlijk woord, dus het heeft geen navelgeslacht en getal, het is onveranderlijk. Het staat hier bij de kern. Basiationes, kuspartijen. Quod betekent hoeveel. Dus je vraagt hoeveel kuspartijen. Sint satis, voldoende zijn, mihi, voor mij. Satis is een bijwoord, voldoende. Quae verbindt satis met super. Super is hier ook een bijwoord, geen voorzetsel en betekent nog meer. En dan hebben we nog tuae, van tuus, bezittelijk voornaamwoord, tuus aum. Het komt hier overeen met basiationes. Dus basiationes, omdat er tuae bij staat, dan weten we, dit is nominatief vrouwelijk meervoud. Hè? Onderwerp van sint, onderwerp in de vragende voorwerpszin. Dus van quod tot en met superque, vragende voorwerpszin bij verbum rogandi, quaeris. Daarom staat hier ook de conjunctief, sint, conjunctief praesens van esse. Extra voordeel is dat we hier alliteratie hebben, sint satis superque. Bovendien twee keer de ictus op de lange i hier. Goed, dus dat voor vers 1 en 2. Catullus, net zoals bij Carmen 5, richt zich tot lesbia. Je vraagt hoeveel van jouw kussen, hoeveel kussen van jou voor mij voldoende zijn en meer dan genoeg. Lesbia. Beschouw die mihi, die datief, hier niet als meewerkend voorwerp. Het is opnieuw de persoon die bij de handeling betrokken is en daar voordeel van geniet. Dus BWB voordeel, hè? Wat valt daar stilistisch over te zeggen? Ik heb het hier al gezegd, hè? Sint satis superque, alliteratie, heel duidelijk. Tuae enjambementen, een sterk enjambement. Dus tuae staat bij basiationes en het wordt opgeschoven naar volgend vers. Dus met nadruk voorop, hè? Het zijn de kussen van u, lesbia, de kussen die jij aan mij geeft. En jij vraagt aan mij, met hoeveel. Hoeveel kussen volstaan? Een beetje hetzelfde thema als Carmen 5. Eerst 1000, dan 100, 1000, dan 100. En dan laten we ze dan toch nog eens door elkaar gooien, zodat niemand weet exact hoeveel kussen er gegeven zijn. En vanuit dezelfde thematiek vraagt Lesbia aan Catullus, zegt Catullus hier. Lesbia, jij hebt mij onlangs gevraagd hoeveel kussen van jou voor mij genoeg zijn en meer dan voldoende. Let hierbij ook op de alliteratie die al in vers 1 zit, hè? Quaeris quod. Basiationes, in Carmen 5 stond basium, het woord uit het gesproken Latijn voor kus. Hier zien we het wat gezochtere, langere woord, bestaat uit redelijk wat lettergrepen, bewust gekozen door Catullus hier waarschijnlijk.
om te benadrukken hoeveel kussen en hoe lang ze aan het zoenen zijn. Dat wordt ook uitgedrukt door dit gezochtere, langere synoniem van basium, basiatio. Het woord lijkt als het ware niet te stoppen, basiationes, zoals hun kuspartij niet lijkt te stoppen. Dus kuspartij in partij zit ook duur, de kussen blijven maar komen. Goed, dat voor vers 1 en 2. Klanken blijven opletten, nogmaals, tuai, lesbia, de ai en de ia komt hier terug, die i en a komt terug in hier, sint, satis, i, a, i. De s komt terug, maar ook de t, sint, satis, superque. Quaeris, quod mihi basiationes, tuai, lesbia, sint, satis, superque. Dat is de cadans. Goed, dus van daaruit vertrekt dit gedicht. Vanuit de speelse vraag van Lesbia gericht aan Catullus. Hoeveel kusjes zijn genoeg? En we kunnen het antwoord al verwachten. Ze gaan er opnieuw geen exact getal op plakken, maar nu zal Catullus antwoorden met clichévergelijkingen die een oneindig aantal kussen uitdrukken. Goed. Quam Magnus, aut quam, tam, puntje, puntje, puntje. Dus zoveel als er, puntje, puntje. Zoveel als er, puntje, puntje, puntje. Zoveel kussen geven aan jou, is voor Catullus, de uitzinnige Catullus, genoeg en meer dan genoeg. Dus we krijgen hier twee vergelijkingen. Het begint met twee vergelijkingen uit de natuur. De eerste loopt van quam magnus tot en met sepulchrum. En dan de tweede, verbonden door het voegwoord oud, begint hier, quam sidera multa en loopt tot en met amores. En die twee vergelijkingen hier drukken het oneindig aantal kussen uit. En dan de hoofdzin, zoveel kussen, puntje, puntje, puntje. Zo is deze lange zin. Kijk eens hoe lang die zin is. Die loopt van vers 3 tot en met vers 12. Bewust heel lange zin, lange vergelijking uitgewerkt. Die mij moet benadrukken dat de zin bijna even lang duurt als een kuspartij. Pas binnen dezelfde symboliek van basiationes hier. In plaats van basia, basiationes, net als dit woord een langgerekte versie is van basia, krijg je nu een langgerekte zin die mee moet uitstralen dat ze heel lang gaan kussen. Oneindig lang. Goed, we zullen de twee vergelijkingen uit de natuur eens analyseren. Dus quam zoveel als magnus numerus libissae aremae. Zoveel als het grote aantal van libissus aum betekent, zegt uw boek ook, libis. En met libis bedoelen de Romeinen Noord-Afrika. Dus dat is wel een beetje ruimer dan het huidige Libië. Valt zeker niet samen met het huidige Libië. Het is veel ruimer dan dat. De provincie Libia in de oudheid was veel groter. Een groot stuk van Noord-Afrika was Libia. Arena betekent zand, zandkorrel. En dat leidt dan tot de afgeleide betekenis, de gladiatoren in de arena. Dat was ook bedenkt met zand, om praktische redenen. Wanneer er regelmatig een keer bloed naar beneden gutste en wat ingewanden en zo verder. Wanneer dat op het zand valt, dan is dat makkelijker op te kuisen. En vandaar stamt eigenlijk het woordje arena, letterlijk zandkorrel. En dan een vlakte gevuld met zand, waarop dan spektakel, gladiatorenspektakel kwam, de arena. Hier letterlijke betekenis arena, zandkorrel. Zand. Dus zoveel als het grote aantal van libisch zand. Numerus, magnus numerus, in uw vergelijkende bijzin. Nominatief, onderwerp van jacet. En libussae, arenae,
Genitief, vrouwelijk enkelvoud, BVB bij numerus. Numerus drukt een hoeveelheid uit, dus genitief, BVB, geheel bij numerus. Sommige commentatoren lezen dit enkelvoud als een collectief enkelvoud. Zandkorrel, mogen die vertalen met zandkorrels. Dus collectief enkelvoud is eigenlijk het tegenovergestelde principe van het dichterlijk meervoud. Als je het weer in het dichterlijk meervoud, een woord in meervoud dat we vertalen als enkelvoud. Collectief enkelvoud is het tegenovergestelde, een woord in het enkelvoud dat je dan zou mogen vertalen met een meervoud. Dat mag hier van mij, hè. Zandkorrels, zeker. Net zoals basiationes een vrij gezocht woord is, niet zo vaak voorkwam, is ook het adjectief libussus vrij gezocht, komt niet zo vaak voor, maar dat past wel binnen de poëta Ainoi en Catullus. Zij vonden dat in hun poëzie woorden en uitdrukkingen uit zoveel mogelijk registers welkom waren. Dat mochten normale woorden zijn uit het gesproken Latijn, maar dat mochten soms ook heel gezochte woorden zijn. Zoals hier, libussai. Bon, wat hebben we voorlopig? Zoveel als het grote aantal van libisch zand of van libische zandkorrels ligt. Ja, kere, komma eo, dus het is indicatief praesens. En dan hebben we nog in de ablatief BWW plaats. Waar ligt dat grote aantal zandkorrels, libische zandkorrels? La serpi keferis jacet curenis. We hebben hier opnieuw ablatief BB tijd zonder voorzetsel in. Gebeurt wel vaker in poëzie, kennen we ook uit Vergilius, dat het voorzetsel in wordt weggelaten. Curenis, wat is dat? Dat is een stad, hè? Curenai, Kyrene, een van de beroemdste, grootste, welvarendste steden in Noord-Afrika. Staat ook wel uitgelegd in uw boek, hè? Op de Libische kust, gesticht door een zekere Battus, die komt nog terug in vers 6. Zijn graf lag daar in het centrum. En die stad was rijk geworden, en dat is ook belangrijk voor de tekst hier, door de handel in Lasarpicium. Lasarpicium was een plant in Noord-Afrika die daar in het wild groeide. En het sap daarvan werd sap van de wortel werd gebruikt in de keuken als een kruid, maar ook als een geneesmiddel. Nu is die plant waarschijnlijk uitgestorven. Waarom voegt Catullus dat hier toe? Die weetjes, die geleerde weetjes, hè, dat Kyrene een stad is in Libië. Dat die stad beroemd is en welvarend is geworden door de handel in Lasarpicium. En dan heb je hier een zeer geleerd woord, het Lasarpicium dragende. Ja, Lasarpi keferis, het Lasarpicium dragende Kyrene. Dat past binnen poëta doctus, hè. Catullus en poëta Ainoi vonden dat poëzie geleerd moest zijn. Doctus, dus dat hun publiek eigenlijk ook bestond uit een hoogopgeleide Romeinen die door hadden, die wisten. Kyrene, ja, dat is een stad in Libië. Dat is die stad beroemd van de Lasarpicium. Dat Catullus dat hier zomaar toevoegt en niet moet uitleggen, bewijst dat zijn publiek dat zomaar begreep en dus hoog opgeleid was. Extra knipoog, en dat is dan typisch voor die doctus et laboriosis, zoals we kennen uit Carmen 1, die verschillende extra lagen die soms in enkele versen zitten. Kyrene is er ook hierin gestoken door Catullus, omdat een van de grote inspiratiebronnen van Catullus en de poëta Ainoi waren de Alexandrijnse dichters. Dus niet de Homerische epen en de klassieke Grieken, maar de Hellenistische, de Alexandrijnse dichters, zijn 4e-3e eeuw voor Christus. En dan vooral Callimachus. En Callimachus is afkomstig van Kyrene, is geboren in Kyrene. Dus dit is ook waarschijnlijk bewust als extra betekenis, hè, als extra knipoog, verwijzing naar een van de inspiratiebronnen van Catullus. Net zoals in Carmen 51, het een beetje een tribute was aan Sappho en de lyrische dichters, is deze verwijzing een knipoog naar Callimachus. Callimachus,
die ook enkele kusgedichtjes heeft geschreven. Dus ook dit thema van de kusgedichten, Catullus is daar niet heel origineel in geweest. Hè. Hij heeft zich laten inspireren door Callimachus, maar dat mocht in die periode, hè. Imitatio aemulatio. Dus Kyrene hier als extra betekenis bijdenken, geboortestad van Callimachus, grote rolmodel van Catullus en de Poetae Novi. Let hier ook op het hyperbaton, hè, met rijmeffect, eris, enis, lasarpikiferis, jacet kyrenis, eris, enis, ket, ki, een beetje, hè, ki, de k-klanken komen hier ook een beetje terug, hè. Lasarpikiferis, jacet kyrenis, klankmatig, elk versoor van Catullus is bewust over nagedacht. Ook hier, ai, ai, oes, oes. Catullus houdt zeker van klankherhalingen. Goed, dus we hebben voorlopig. Hoeveel kussen zijn er genoeg? Wanneer is genoeg geweest? Antwoord van Catullus. Zoveel als het grote aantal van Libische zandkorrels ligt in het Lasarpicium dragende Kyrene. Het is oneindig veel, hè? De zandkorrels in de woestijn, daar begint ze maar eens te tellen. En dat is onbegonnen werk, hè? Daar begint je niet aan. Dus deze vergelijking uit de natuur en de woestijn drukt de oneindigheid uit. Met vers 4 van Catullus is het nog niet genoeg. Qua poeta doctus, hij wilde nog wat meer weetjes toevoegen. Hè? Tonen dat hij echt wel weet, niet alleen dat Kyrene een stad is in het toenmalige Libië, dat bekend was voor zijn Lasarpicium, dat Callimachus daarvan afkomstig was. Hij voegt er nog een paar weetjes aan toe om te tonen, kijk, hè, poeta doctus. Naar modern aanvoelen nogmaals compleet overbodig en naar ons aanvoelen eigenlijk zelfs storend, maar in die periode, we zien dat bij verschillende dichters, bij Virgilius, bij Ovidius, bij Catullus, de normaalste zaak. Zo soms van die weetjes die kunnen gaan over aardrijkskunde, over sterrenkunde, mythologie, eender wat eigenlijk, die er regelmatig in worden geflanst, zoals een extra weetje, poeta doctus. We krijgen een plaatsbepaling. Hè? Inter oraculum Jovis aest loci et sacrum sepulcrum bati veteris. Let opnieuw op de klankherhalingen. Hè? S, S, kr, kr. Sacrum sepulcrum. Bati veteris. I, I. En de T komt terug. Oraclum jovis inter aest voci, jovis, o-si, o-w-i-s, o-s-i. Gewoon, hij blijft het doen, hè. Wees daar attent op. Dus waar ligt dat, hè? Nu komt zijn aardrijkskundige kennis naar boven. Inter met de accusatief tussen oraclum, en het is syncopen, hè, oraculum, is de volledige vorm. Hier is de kul samengetrokken tot kle. Om metrische redenen waarschijnlijk. Hè. Tussen het orakel van de hete Jupiter. Aistus branding. Aistus comaus. Aistuosus. Vol branding, vol hitte, vol warme gloed. Heet. Aistuosis. Gloedend heet. Gloeiend warm. Waarom is dat gloeiend warm? Ja, we zitten hier in de woestijn, hè. Dus dit is een geleerde verwijzing, staat ook wel uitgelegd. In de woestijn ten zuiden van Kyrene lag het orakel van Jupiter Ammon. Daar wordt hier naar verwezen, hè. Dus Catullus weet, we zijn in Kyrene. Het orakel van Jupiter ligt daar ten zuiden van, hè. Poeta doctus. Dus dat is de ene kant van de inter, tussen het orakel van de gloeiend hete Jupiter.
beschouw die genitief als BVB bezit bij oraculum. Hè. En oraculum is dan accusatief BVB plaats, hè, inter plus accusatief. En sacrum sepulchrum, het heilige graf van Batus, veteris van de oude Batus. Oud in de betekenis van de mythologische stichter hè, van Kyrene. Daarnet gezegd, en het staat ook wel uitgelegd in uw boek, zoals Kyrene was gesticht door een zekere Batus, zijn graf lag in het centrum. Vandaar die toevoeging hier. Hè. Als ik herneem vanaf qua Magnus, zoveel als het grote aantal Libische zandkorrels dat ligt in het Lazarpicium dragende Kyrene, tussen het orakel van de gloeiend hete Jupiter en het heilige graf van de oude Batus. Dat voor die vergelijking die de oneindigheid van hun kussen uitdrukte. Lesbia heeft gevraagd aan Catullus, hoeveel kussen zijn voor jou genoeg? Hè? Wanneer is het genoeg? En Catullus antwoordt, zoveel als er zandkorrels liggen in de woestijn. Hè? In Kyrene, in Libië en Noord-Afrika, tussen het orakel van Jupiter en het graf van Batus. Is daar nog meer aan de hand? Zeker en vast. Hè? Denk die Poeta Inovi, die wilde benadrukken, je moet niet per se veel versen schrijven. Poëzie mag kort zijn, maar aan die versen moet heel hard gewerkt zijn. En daar moeten liefst ook meerdere betekenislagen in zitten. Denk hier aan die aestuosi. Dat is weer zo'n woord met meerdere betekenissen. Denk aan Carmen 1, waar ik al gewezen had op de woordkeuze daarvan, bijvoorbeeld lepidus van nugai, novum, expolitum. Dus dat zijn vaak woorden met een letterlijke en een figuurlijke betekenis. Hier letterlijk ook aestuosus, dus gloeiend heet in de zin van het bevindt zich in de woestijn en daar is het heet. Maar het staat bij Jupiter. En Jupiter, als je uw mythologie kent, was ook een hitsige man die figuurlijk heet stond. En heel vaak zijn avontuurtjes, zijn liefdesavontuurtjes, nastreefde. Heel hoog libido. Die betekenis zit hier ook alweer in, hè, want we zitten in het thema van de liefde. Leven is liefhebben. En intens liefhebben. En Jupiter heeft zeker intens lief gehad. Hè. Dus aestuosus, bewust gekozen door Catullus voor die dubbele betekenis. Hè. Letterlijk gloeiend heet, namelijk in de woestijn. Maar Jupiter, hè, ook gloeiend heet, figuurlijk gezien, hoog libido, heel veel avontuurtjes, heel intens genoten van de liefde. Goed. Wat kan ik daar nog over zeggen? Ik heb de klanken al benadrukt, de meerdere betekenis van sommige woorden, het poeta doctus, dus het intellectueel gehalte, de rijmeffecten die erin zitten. Maar let ook soms eens op de positie van sommige woorden. Hier bijvoorbeeld, oraculum jovis, accusatief, genitief. Bati veteris sacrum sepulchrum, genitief, accusatief. Dus de twee woordgroepen die volgen op inter en die verbonden zijn door et, die zijn chiastisch opgesomd. Hè? Oraculum jovis aestuosi, bati veteris sacrum sepulchrum. Eerst hier de accusatief en dan de woordgroep in de genitief. En hier wordt het omgedraaid. Hè? Dus chiasme. Ja. Dit voor zijn eerste vergelijking. Hè? Dan de tweede vergelijking uit de natuur, verbonden door oud. Of zoveel als sidra multa cum tacet nox. Furtivos hominum vident amores. Of zoveel als de, en in deze bijwoordelijke bijzin van vergelijking, ingeletter kwam, is sidera multa uw onderwerp, en van vident. In de eerste vergelijking was magnus numerus onderwerp van jacet. Hier is sidera multa onderwerp van vident. Zoveel als de vele sterren,
kijken naar. Naar wat? Leidend voorwerp. Furtivos amores. De heimelijke. En amor betekent liefde, hier in het meervoud. Maak dat dan concreet, hè. Avontuurtjes. Het gaat hier niet over de liefde. Als men dat al zo bestempelde in de oudheid. Tussen man en vrouw. Dat is in de oudheid eerder een zakelijke overeenkomst. Denk ook bij liefde niet aan een stabiele relatie. Iets van duurzaamheid. Furtivos amores. Verwijst hier echt naar het geniepige, de avontuurtjes. Ja, die vaak 's nachts gebeuren. Hè. Stiekem, furtivos, hè. Fur, dief, furtivus, heimelijk. In de oudheid niet abnormaal. Hè. Bijvoorbeeld in de Romeinse elite was perfect normaal dat een huwelijk tussen man en vrouw eerder een zakelijke overeenkomst was. Op de klimmen bijvoorbeeld op de sociale ladder. Of om je vermogen te vergroten. En dat het voor die man dan perfect toegestaan was. Dat hoefde zelfs niet heimelijk te zijn. Om zijn amoureuze. Hoe moet ik zeggen? Zijn lusten te botvieren. Hè? Buiten het huwelijk. Met minnaressen of met prostituees. Dat hoefde zelfs niet stiekem te zijn. Het is die vorm van liefde. Hè. Denk bij liefde hier niet aan wat wij nu liefde noemen. In stabiele relaties tussen man en vrouw. Met wederzijds respect. Soulmates. Nee, hier gaat het over het zonder nadenken. Hè. Het primitieve. Het lustige. En furtivos amores, de avontuurtjes, de romances, de escapades. Zo moet je amores hier zien. Hè? En dat gebeurt hier 's nachts. 's nachts, hè. Zoveel als vele sterren de heimelijke avontuurtjes ominum van de mensen zien. Wanneer, bij welke bijzintijd, cum temporale, cum tacet nox. Wanneer de nacht zwijgt. Zwijgt in de zin van het niet zal rondbazuinen. Hè. Plus ook ja, dat stiekem, dat kan soms een extra stimulans geven aan een avontuurtje. Hè. Weten dat je niet betrapt mocht worden, maakt het soms extra spannend. En de nacht, ja, de sterren zullen het niet verder vertellen. Hè. Daarom hier cum tacet nox, wanneer de nacht zwijgt. Dat voor de tweede vergelijking hier, hè, die opnieuw de oneindigheid uitdrukt. Want net zoals er oneindig veel zandkorrels zijn in de woestijn, zijn er oneindig veel sterren aan de hemel. Of zoveel als de vele sterren de heimelijke avontuurtjes van de mensen zien wanneer de nacht zwijgt. Taket voorop in versie, zodat Nox mooi op het einde van het vers kan staan. Furtivos amores. Catullus hier wil echt wel inhoudelijk benadrukken om welke vorm van liefde het hier gaat. Het is niet die ernstige huwelijksliefde of wederzijds respect à la Augustus. Hè? Nee, het zijn die romances, escapades, avontuurtjes en dat gebeurt vaak heimelijk en stiekem. Om dat te benadrukken. Een omarmend hyperbaton hier, hè, furtivos, voorop in het vers. En klanken, hè. En een goede dichter kan het zo doen dat het niet opvalt. Ik was er zelf ook al bijna over gegaan. Furtivos ominum. U, I, O. O, I, U. Dit is een chiasme van klanken. Furtivos ominum, furtivos ominum, vident amores. Dit klinkt zo goed, furtivos ominum, omdat de drie klinkers terugkeren en dan nog eens chiastisch, chiasme van klanken. Aut quam sidera multa cum tacet nox, ook hier eigenlijk, hè.
De a komt hier terug op het einde, zit al in kwam, zit ook in taket, sidera multa, multa cum, mu um. Het gaat allemaal goed samen. Goed, dit voor de tweede vergelijking. Hè? Of zo veel als de vele sterren, wanneer de nacht zwijgt, de heimelijke escapades, avontuurtjes, romances van de mensen zien. Avontuurtjes van mensen, genitief, BVB, handelend. Hè. In amor herkent je een werkwoord, amare, waarvan de genitief dan onderwerp kan zijn. Dus genitief, BVB, handelend bij amores. Dit voor uw twee vergelijkingen. Hè. Ingeleid door kwam en hier opnieuw kwam. En dan volgt er eigenlijk uw hoofdzin, hè. Regel 9 en 10. Tante bassia multa bassiare, vesano satiset super catullest. Catullost. De elisie hier, niet de O, maar de E verdwijnt. Hè? Dus catullost. Wat is hier grammaticaal aan de hand? Je hebt hier een persoonsvorm est. Je hebt opnieuw de uitdrukking satis en super, zoals hier, sint satis super, maar nu omgedraaid. Satis voldoende, super ook hier een bijwoord, nog meer. Catullus wordt hier bij naam genoemd. En Catullus is vesanus, uitzinnig. Denk uitzinnig. Opnieuw aan die werkwoorden uit Carmen 51, exultas, nimium exultas. Overdreven, vrolijk, te uitbundig, te uitgelaten, danskes. Nimium que gestis, overdreven gesticuleren, hè, gebaren. Hier wordt het gedrag van iemand die verliefd is, beschreven, die zichzelf niet in de hand kan houden, hè. Dus die te uitzinnig is. En dat uitzicht natuurlijk hier in die kusgedichtjes, in die oneindig veel kussen, en ze krijgen er niet genoeg van, ze zijn uitzinnig. Dus dat vesano, om dat te benadrukken, wordt vesano hier in sterk hyperbaton voor Catullus gezet. Hè. Maar dus puur grammaticaal, het onderwerp van est is een a plus i. Dus je hebt hier een mededelende onderwerpszin. Tante basia multa basiare. Gans dit stuk is onderwerp van est. Een mededelende onderwerpszin. In de vorm van een a plus i. Hè, dat jij zo vele kussen kust. Letterlijk. Hè. Pleonasme hier. Basia basiare. Is voldoende en meer dan genoeg voor de uitzinnige Catullus. Dus nog eens, tante basia multa basiare is een mededeelde onderwerpzin bij est. T, accusatief, onderwerp van de a plus i, onderwerp van basiare. Basia multa, accusatief, leidend voorwerp van basiare. Ja, dat voor de grammatica. Hè. Dus dat jij zoveel kussen kust, is... voldoende en meer dan genoeg voor de uitzinnige Catullus. Die datief, niet echt meewerkend voorwerp, ook niet voorwerp, dat is opnieuw de persoon die bij de handeling is betrokken en er voordeel van ondervindt. Dus vesano Catullo is datief BVB voordeel, hè, bij est. En satis en super, gewoon twee bijwoorden. Ook hier, hè, klanken, de satis en de super. Er wordt weer gespeeld met de S en de T. Vesano catullost. Rijmeffecten eindigt hier op O. En hier ook oost. Hè. Je begint met een drielettergrepig woord. Je eindigt met een drielettergrepig woord. Want in de uitspraak is catullost. Satis super. Hier parallel naast et. Twee keer twee lettergrepen. En dan hier vers 9, tante, alliteratie, tt, basia multa basiare, basia basiare, pleonasme,
Pleonasme is iets te veel zeggen, hè? Witte sneeuw bijvoorbeeld. Kussen, kussen. Kussen geven. En de klanken, hè? De I en de A komen hier terug. Tam, te, basia, multa, basiare. Goed. Dus dat jij zoveel kussen kust, is voldoende en meer dan genoeg voor de uitzinnige Catullus. En daarmee heeft Catullus antwoord gegeven op de vraag van Lesbia. Hoeveel kussen van mij zijn er voor u genoeg? En dan pakt hij uit met twee vrij cliché vergelijkingen. Hè? Zoveel als er zandkorrels liggen in de woestijn, of zoveel als er sterren 's nachts kijken naar de amoureuze escapades van de mensen. Zoveel kussen zijn er genoeg. Hè? Dus oneindig veel. Catullus krijgt niet genoeg. Hè? Hij is uitzinnig, Wissamo. En de zin is nog niet gedaan. Hè? We krijgen nog een betrekkelijke bijzin. Quae nec per numerare curiosi, possi nec malafascinare lingua. Bij het antecedent basia multa krijgt je nu een betrekkelijke bijzin. Ingrater quae, hè? Dus quae, nominatief, accusatief onzijdig meervoud. Onzijdig meervoud, want antecedent basia. Accusatief, want leidend voorwerp bij per numerare. Laten we eens kijken naar die betrekkelijke bijzin hier. Hè. Onderwerp hierin zijn de curiosi. Curiosi is onderwerp van possint. Dus die, de nieuwsgierigen, het adjectief is hier zelfstandig gebruikt, niet kunnen per numerare tellen. Hè. Want iets wat oneindig is, kan niemand tellen. Dus we zitten terug bij dat beeld van Carmen 5 ook, hè? Dat niemand het aantal kan tellen, want dat kan leiden tot beheksing. Die de nieuwsgierigen niet kunnen tellen. Nec mala fascinare lingua, bijdenken hier, possit. Mala lingua is onderwerp van possit, een verzwegen possit. En die een slechte tong letterlijk niet kan beheksen. Dus we hebben hier opnieuw, zoals in Carmen 5, een verwijzing naar het magisch-religieus bijgeloof dat iemand met slechte bedoelingen, hè, quis malus uit Carmen 5, door het exacte aantal kussen te weten dat Catullus en Lesbia gegeven hebben, hen kan beheksen door hen te vervloeken, bijvoorbeeld. Dus opnieuw, dat angst voor dat bijgeloof en de curiosi, hè. Denk daarbij aan de Senum Severiorum, de te strenge oude mannetjes. Hè. Goed, dus dat voor die betrekkelijke bijzin. Hè. Die nieuwsgierigen, die nog nieuwsgierigen kunnen tellen, nog een slechte tong zou kunnen beheksen. Waarom staat er hier in uw betrekkelijke bijzin een conjunctief, want normaal gezien in de betrekkelijke bijzin staat er een indicatief, tenzij er een bijbetekenis is. En die bijbetekenis is er hier. Van gevolg, hè, zodat nieuwsgierigen ze niet kunnen tellen en een slechte tong ze niet kan beheksen. Gevolg, maar als jullie vinden doel, dat kan eigenlijk ook wel, hè? Met als doel, hè, op dat nieuwsgierigen ze niet kunnen tellen en op dat een slechte tong ze niet kan beheksen. Voor de twee valt hier iets te zeggen, hè? Dus jullie mogen van mij zowel gaan voor een bijbetekenis van gevolg als een bijbetekenis van doel. Het resultaat is hetzelfde, hè? Possint. Die conjunctief leg je hier uit omdat er in de betrekkelijke bijzin een bijbetekenis is. Ofwel van doel, ofwel van gevolg. En nek, nek, heb je hier dan nog eens nog, hè, polysyndeton.
En dat voor die lange zin die begonnen is hier bij kwam Magnus. Hè? Misschien in zijn geheel nog eens overlopen. Hè? Zoveel als het grote aantal van Libische zandkorrels dat ligt in het Lasarpicium dragende Kyrene, tussen het gloeiend hete orakel van Jupiter en het heilige graf van de oude Battus, of zoveel als de vele sterren, wanneer de nacht zwijgt, de heimelijke liefdesescapades, romances, avontuurtjes van de mensen bekijken en zien. Dat jij zoveel kussen kust, vlot geeft, is voldoende en meer dan genoeg voor de uitzinnige Catullus. En dan heb je nog bij die Basia, die kussen, die nog nieuwsgierigen zouden kunnen tellen, of opsommen, hè, nog een slechte tong zou kunnen beheksen. En meteen is duidelijk dat je Carmen 5 en Carmen 7 eigenlijk moet samennemen, hè. Het gaat over dezelfde thematiek, het zijn de kusgedichtjes. Dus nogmaals, leven is liefhebben. En liefhebben in de zin van heel intens genieten van de liefde. Hoe intens? Door elkaar oneindig veel kussen te geven. Maar, opnieuw de waarschuwing, ook hier op het einde. Oneindig veel, ja, maar probeer te vermijden dat iemand ze kan tellen. Want door het exacte aantal te weten, zou iemand met kwade bedoelingen Catullus en Lesbia kunnen beheksen en hen kwaad berokkenen. Of zouden de goden jaloers kunnen zijn op hun intense liefdesgeluk. Dus dat voor de duidelijke overeenkomsten. Hè. We hebben ook gezien in Carmen 5, men sprak daar over dag en nacht. Lux. En Nox. Nox komt hier duidelijk terug. Hè. Ook hier de symboliek van de nacht. Hier wel in een andere context. In Carmen 5 stond nacht symbool voor de dood. Hier staat de nacht symbool voor de heimelijke liefdesavontuurtjes. Hè. De dag komt hier niet letterlijk aan bod. Maar zit hier misschien in de woestijn hier. Hè. Alhoewel dat ook misschien wel een beetje vergezocht is. De duidelijkste parallellen zitten in het oneindig aantal kussen dat ze elkaar geven. En in de angst om door iemand behekst te raken die het precieze aantal kussen zou kunnen te weten komen. En daarom dat het zo belangrijk is om te vermijden dat iemand het exacte aantal kussen geeft. En dan heb je hier die twee vergelijkingen die de oneindigheid uitdrukken. Waarbij vooral de eerste vergelijking het meest is uitgewerkt. Hier heb je echt redelijk wat geleerde toevoegingen. Hè? Weetjes, kniepogen naar Callimachus, naar Kyrene, naar de mythologie. Hè? Jupiter met zijn avontuurtjes. Naar Battus, de legendarische stichter van Kyrene. Catullus weten dat zijn graf in Kyrene staat. Goed, daarmee heb ik denk ik het belangrijkste van Carmen 7 uit de doeken gedaan. Hè? Ja.